De periode rond de langste dag van het jaar is bij uitstek het moment om lichtende nachtwolken waar te nemen. En dat kon afgelopen nacht ook. Bijvoorbeeld hier aan de kust bij Den Helder. We zien hier bewolking hangen. Maar net daarboven zijn die lichtende nachtwolken zichtbaar. En die bewolking trok al heel snel over ons land, want vanmiddag zag het plaatje er zo uit van die typische Hollandse zomerluchten. Stapelwolken, flink wat zonneschijn. En op sommige plaatsen waren ook wolkenstraten zichtbaar, waarbij die stapelwolken zich in een lijntje organiseerden. Als we dan even het satellietbeeld erbij pakken, zien we dat die bewolking van de eerste foto ons land al heel snel heeft verlaten. Daarachter tijdelijk wat meer opklaringen met die stapelwolken. Maar boven de Atlantische Oceaan liggen lage drukgebieden voor ons klaar. En die gaan vroeg of laat met die westelijke stroming wel Nederland bereiken. En wat nog meer opvalt op dat satellietbeeld, is een beetje die grijze waast en zuiden van die bewolkingsgebieden. En dat wordt veroorzaakt door bosbranden in Canada, flinke rookontwikkeling daar, heel veel kleine stofdeeltjes die in de atmosfeer komen, die ook hoger in de atmosfeer komen en die dus met die stroming helemaal over de Atlantische Oceaan mee worden gevoerd en nu dus bij ons in West-Europa zijn uitgekomen. Nou, als we het plaatje van het satellietbeeld even gaan doortrekken naar de wat langere termijn, zien we die bewolkingsband met neerslag hier nog liggen. Daartussen wat hoge bewolking. Maar in de loop van dinsdag gaat de sluierbewolking toenemen, komen er daarachter dikkere wolkenvelden. En in de loop van dinsdag, helemaal aan het eind van de dag, gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. En ook daarna, woensdagochtend, zien we nog wel een signaal voor neerslag uit die bewolking komen. Dus uh, gaat wel Even een wat wisselvalligere periode komen. En ook daarna zien we nog storingen onze kant op komen. Vanavond en komende nacht is het in een groot deel van het land nog droog. Met uitzondering van het uiterste noorden. Daar kan een enkel buitje tot ontwikkeling komen. De wind zwakt ook eventjes wat af, een zwakke tot matige wind. In het oosten zijn dan de meeste opklaringen. Daar zijn 12 tot 14 graden. En aan zee begint die sluierbewolking geleidelijk al wat toe te nemen. Daar is het zo'n 15 graden. Nou, morgenochtend is het op de meeste plaatsen nog droog. Morgenmiddag blijft. In het noorden van het land kans op een enkel buitje. Het is eigenlijk heel normaal Nederlands zomerweer 20 tot 23 graden met een matige westelijke wind. Nou, op woensdag is er dan iets meer bewolking, vooral in het westen van het land. Regen aan de temperatuur verandert vrij weinig en de wind is dan gedraaid naar het zuidwesten. En als we dan even gaan kijken naar het tweede deel van de week, zien we dat er aan de temperatuur vrij weinig verandert. Dagelijks kans op wat neerslag, maar ook wel ruimte voor de zon. En we houden dus die westelijke windrichting de komende tijd nog even vast.